De zesde Fête de la Cuisine wordt vanaf vandaag tot zaterdag 9 juni gehouden. Vijf buitenlandse chef-koks uit onder meer Nederland en België zullen drie diners verzorgen en ook aan kennisoverdracht doen. Het gehele bedrag dat opgehaald wordt met het kookfeest gaat naar het Suriname Airways Fête de la Cuisine Children's Medical Fund. Volgens chef-kok André Gerrits heeft Suriname diverse soorten groenten die niet altijd in Nederland te verkrijgen zijn. Gerrits, die voor het eerst Suriname bezoekt, zegt dat hij een beetje Amsterdams met Suriname zal mengen in het gerecht. Dus we hebben wat dingen meegenomen die heel belangrijk zijn voor smaken van onze gerechten. Maar de markt van vanmorgen gaat heel erg bepalen wat wij op het gala diner gaan maken, niet wel wat van ons is. Dus ook de vis zal lokaal zijn en bepaalde groentes die ik niet kende, die gaan we erin verwerken. Ik was heel erg onder de indruk, een beetje jaloers zelfs, wat er allemaal op de markt ligt hier, want daar kunnen wij in Nederland wat van leren. Maar ik ben dol op de Surinaamse keuken, en, dus ik weet wel wat jullie lekker vinden, ja. Maar dat gaan we ook proberen te verwerken. De producten die hier liggen, die zijn zo van fantastische kwaliteit. En de mensen die ons allemaal begeleiden, die helpen ons ook echt om op de juiste plekken te komen, om de mooiste spullen te kopen. En we hebben vanmorgen de locaties bezocht waar we gaan koken. Dat ziet er ook goed uit. Dus ja, wij hebben er heel veel vertrouwen in dat wij de Surinaamse mensen lekker laten eten inderdaad. Alle chef-koks hebben elk een Michelinster. De hoogste onderscheiding voor een chef-kok wanneer het op smaak, presentatie en techniek van het gerecht op aankomt. Paul Nolet, organisator van dit evenement, is zeer verheugd en dankbaar voor alle ondersteuning die de organisatie heeft mogen genieten in de afgelopen 6 jaren. Hij legt uit waar de naam Michelinster vandaan komt. Die verdien je inderdaad als je top bent als chef-kok. Maar waar komt die Michelin nou vandaan? Waarom is het een Michelinster? En dat komt, als ik het goed begrepen heb, dat de producent van het Franse bandenmerk ooit gedacht heeft, wij gaan een boekje maken waarin we vermelden waar de plekken zijn waar je fantastisch lekker kunt eten. En als je die plek wilt bereiken, dan moet je wel je auto nemen en dan gaan de banden slijten. En als je maar voldoende kilometers maakt naar al die restaurants die vermeld staan, dan is het ook in het belang van de bandenmaker Michelin. Als je overigens naar deze 5 heren kijkt en je verspreidt ze door Nederland en België op de kaart, als je dan hun allemaal wil bereiken, deze 5, dan heb je heel wat kilometers gereden. En kilometers kosten tegenwoordig erg veel geld in benzine. Nou, ik wil alleen de mensen hier zeggen, al die benzine hoef je hier niet te verrijden. Al die honderden kilometers. Als u gewoon op één van de avonden, maar liefst op alle 3 komt, dan heeft u ze alle 5 tegelijk. U hoeft niet verder te rijden. Dus we zien u graag de komende week terug. Tot zover Paul Nolet, organisator van de Suriname Airways Fête de la Cuisine. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie over het event, waar buitenlandse chef-koks voor de 6e keer voor een goed doel zullen koken voor de Suriname Airways Fête de la Cuisine Children Medical Fund.